Hoi, ik ben Raymond, thuissportspecialist en in deze video geef ik je 3 tips die jou kunnen helpen afvallen. Om met het eten te beginnen, smeer altijd je boterhammen voordat je de deur uitgaat. Of je nou naar school gaat, naar je werk toe gaat, maakt niet uit. Stel je hebt 6 boterhammen bij je, dan kan je er ook maar 6 opeten. Dat spreekt voor zich. Als je dan naar de kantine gaat om wat eten te gaan kopen en omdat je toch nog honger hebt, dan heb je een soort van extra drempel ingebouwd. Je moet toch naar die kantine gaan en op dat moment kan het je misschien gaan tegenhouden van nee, laat ik dit niet doen. En heb je er dan toch nog moeite mee? Laat dan gewoon je portemonnee thuis liggen of laat hem in je auto liggen of leg hem in je kluisje. Het beste is gewoon om hem thuis te laten en helemaal niet mee te nemen. Wat betreft het trainen, kies altijd vaste dagen en kies altijd vaste tijdstippen. Een gemiddelde Nederlander heeft zoveel dingen te doen. Het huishouden, het koken, dingen op je werk, een verjaardag. Er zijn zoveel factoren. En er is altijd wel een excuus. Als je geen vaste tijdstippen hebt, dan is het altijd ik moet mijn eten nog even laten zakken. Ik wacht tot die meegaat met sporten. Ik moet nog naar een verjaardag. Ik heb gisteren nog een beetje spierpijn van gisteren. Als je vaste tijdstippen en vaste dagen afspreekt, dan krijg je een schuldgevoel. Je weet dat je dan moet trainen. Geen excuus. Nummer 2, muziek. Muziek is zo verschrikkelijk belangrijk. Er is een onderzoek geweest tussen 12 jonge gezonde mannen. Die hebben ze op een home trainer gezet. En ze kregen allemaal rustige klassieke muziek te luisteren. Dus iets met een laag tempo en daarna iets met een gemiddeld tempo. En daarna iets met house en een beetje hardcore. En iets met snellere tempo's. Het allergrootste verschil werd gemeten bij de muziek. Uiteraard de klassieke muziek, de langzame muziek. Daardoor gingen de mannen 9,8% langzamer fietsen. Bij de muziek met lekker tempo, een beetje house, een beetje dance, begonnen ze met 10% harder te fietsen, een gemiddelde. Dus als ik ga hardlopen en ik verbrand in dat uurtje 800 calorieën, dan kan ik er dus met langzame muziek ongeveer 10% minder verbranden. Dat is dus 80 calorieën minder of 80 calorieën meer. En dat is een verschil van 160 calorieën in een uur. Muziek. Nummer 3. Alles of niets. En het is niet alles of niets. Heel veel mensen die gaan sporten en die willen dat die training helemaal perfect gaat. Altijd, elke dag, elk uurtje, elk minuutje dat ze gaan sporten, moet die training goed gaan. Maar je stapt wel eens met een verkeerd been uit bed. Je bent niet elke dag even energiek. Je bent niet elke dag even vrolijk. Niet elke training kan hetzelfde en kan helemaal perfect gaan. En als ik dit nou vergelijk met topatleten, mensen die wedstrijden meedoen, denk je dat al hun trainingen helemaal perfect gaan? Absoluut niet. Die mensen hebben ook wel eens een slechte dag. Die mensen hebben ook wel eens een keer niet zo lekker geslapen. Hebben ook wel eens een keer een ruzietje thuis of problemen met iemand. Maar ze gaan wel altijd. En ook als je een dag niet op 120% vermogen kan trainen, dan train je maar gewoon rustig op 80%. Want als je gaat, is het 9 van de 10 keer beter dan als je niet gaat. En wat je ook ziet bij die mensen, is dat ze nooit opgeven. Want als je opgeeft, ben je een verliezer. En als je opgeeft, dan ben je een loser. Want dat kan iedereen. Sommige mensen die doen aan een sport mee, en die worden al jarenlang, komen ze misschien maar in de top 10 terecht. Misschien worden ze maar 7e of 6e. Maar ze blijven jarenlang concreet en consequent doorgaan. Totdat ze eens een keer in die top 3 komen. Totdat ze eens een keer in die plek 1 komen. En daarom moet je ten alle tijden doorgaan. En zo werkt het ook met afvallen. Al heb je dieet nummer 10 al geprobeerd. Of je denkt dat iets niet werkt. Je hebt er geen goed gevoel bij. Stop er dan mee. Doe het dan niet. Maar zoek iets wat wel werkt. Nooit opgeven. Bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je er wat aan gehad? Druk dan op like en abonneer je op mijn kanaal. Op mijn kanaal vind je alle informatie die je nodig hebt om thuis te gaan sporten. Zowel van workouts tot voeding tot allemaal fitness gerelateerde vragen. Staat je vraag er nou nog niet tussen? Laat dan een reactie achter onder deze video of word lid van onze Facebookpagina. Bedankt!